tot op dit moment zijn er 20 suspecte cases waarvan 19 negatief getest. En zoals u al weet, 2 dagen geleden 1 positief is geïsoleerd in RZW. En de situatie is stabiel. Ook wat updates over quarantaine. Er zijn 33 personen in thuisquarantaine. Een uurtje geleden of zo, iets minder, zijn er ook 14 personen in quarantaine gegaan in het Marwina ziekenhuis. Daarover zal NCCR u meer informatie geven. We hebben vanmorgen vergaderd met eerst alle algemeen directies of alle directies van ziekenhuizen, met de directie van Volksgezondheid natuurlijk en directie BGVS erbij. Er zijn alle zaken die in place moeten worden gebracht, verder gefine-tuned. Ook met RKZ zijn dus de afspraken gemaakt. Ze zijn nu ook op de hoogte. Als het goed is, zijn de spullen die benodigd zijn en waarvan wij 3 pallets ready hadden, die gisteren waren binnengekomen. En 75% van de behoeften dekken, die zijn al afgeleverd aan Sint Vincentius ziekenhuis. Dus daar zijn de misverstanden ook glad gestreken. We hebben ook vergaderd met de infectioloog, de microbioloog, er is er maar 1 van AZP, en de anesthesisten. Ook daar hebben we goed alles gefine-tuned in case of, zodat wanneer een verdere, dat als er verdere cases komen, dat wij die goed kunnen opvangen. Er zijn afspraken met onze collega van Volksgezondheid gemaakt om ons eventueel te helpen bij COVID-19. Dat wordt geïmplementeerd na afstemming en naar een behoeftelijst die het managementteam, waarbij alle actoren ook aanwezig zijn binnen de volksgezondheidssector. Er komen aanstaande vrijdag 50 gezondheidswerkers, 10 IC-verpleegkundigen, 20 algemeen verpleegkundigen met ervaring bij calamiteiten. Daar is Cuba vrij goed in. Er komt een infectioloog, een intensivist, 18 artsen ook met ervaring bij calamiteiten. En ze spreken allemaal vloeiend Engels. Dat was een van de voorwaarden. Het is speciaal voor COVID-19 om ons daarbij te helpen. Het moment dat COVID-19 is weggewaaid, gaan deze 50 werkers terug naar hun land. Dat was het van mijn kant zo'n beetje. Ook de vereniging Tandartsen van Suriname heeft de lead genomen om preventief op te treden. Ze gaan voorlopig alleen maar urgente gevallen behandelen. Ze komen ook met een perscommuniqué uit en ze gaan ook JTV met hen meenemen, zodat ook daar wij preventieve maatregelen nemen. Ook AZP, u zit naast mij mevrouw Redan, de algemeen directeur van AZP, heeft wat updates waar ze preventieve maatregelen gaat nemen. Dus met uw goedkeuring, kolonel directeur DNV, wil ik het woord geven aan de directeur van AZP. Ik zal het niet alleen hebben over AZP, maar ook over de overige ziekenhuizen als voorzitter NZR. En de ziekenhuizen ook preventief te werk moeten gaan. Wat zal er gebeuren de komende week? Wij gaan dus wekelijks monitoren wat wij dus verder moeten doen met de maatregelen die wij uniform uitzetten voor alle ziekenhuizen. Toegankelijkheid is het belangrijkste.
De ziekenhuizen zullen alleen toegankelijk zijn via hoofdpoort. Beveiliging is opgevoerd en hygiëneprotocollen dienen stringent opgevolgd worden indien u het ziekenhuis zou moeten bezoeken. Patiëntenbezoek is beperkt. U begrijpt, er zijn iets opgenomen patiënten in de ziekenhuizen. Dus u als u geliefde zou moeten bezoeken, is beperkt. Wij zullen slechts 2 personen toelaten per patiënt. Met andere woorden, u kunt niet meer met 10 en 15 mensen komen en afwisselend uw geliefde bezoeken. Polyklinische afspraken. Alleen spoedconsulten zullen behandeld worden. Alle niet-cytopolyklinische afspraken worden uitgesteld. Geplande opnames en operaties worden ook uitgesteld. Specialisten zijn telefonisch bereikbaar voor huisartsen en patiënten. De telefoonnummers gaan we nog nader toelichten. De spoedeisende hulp. Daar draait het met voornamelijk om als we naar het academisch ziekenhuis kijken. AUB, spoedeisende hulp bezoeken slechts in urgente gevallen. Landelijk, dat is gisteren ook al besproken, komen er designated posten voor mensen met griepverschijnselen. Ook rondom AZ, dichtbij de spoedeisende hulp, zal er zo'n triagepost komen voor mensen die twijfelen en die toch de spoedeisende hulp moeten bezoeken. Die kunnen hier met directe plekken behandeld worden. Op onze spoedeisende hulp zullen wij slechts 1 begeleider toestaan om rekening mee te houden dat we hier met uiteindelijk ook preventief te werk moeten gaan. Ik wil ook nog toevoegen dat voor het opvang, de minister heeft het net gezegd, de ziekenhuizen die zijn allemaal bijeengekomen. Dat doen we de hele tijd. En niet alleen bilateraal, maar ook hier met gezamenlijk. En alle ziekenhuizen zijn betrokken bij het behandelen van COVID-patiënten. Ook daar gaat het hier met trouwens heel goed. Het traject is uitgezet. Er zijn diverse draaiboeken uitgezet voor de ziekenhuizen. Je moet begrijpen dat wij nagelang er patiënten zich aandienen die behandeld moeten worden, zullen wij de diverse draaiboeken in uitvoering brengen. En dat hebben we allemaal besproken. Niet alleen op directieniveau van ziekenhuizen, maar ook medici onderling, maar ook intern binnen de ziekenhuizen zijn er allemaal afspraken gemaakt hoe dat zal geschieden. De ziekenhuizen gaan hun diensten downsizen om zorgpersoneel vrij te maken, om in case of wij meer patiënten moeten behandelen, dat de medewerkers voldoende aanwezig zijn om dat ook te doen. We hebben vandaag ook gesproken over medicatie, heel erg belangrijk aspect. Dat komt allemaal op een gegeven moment ook goed. We hebben dus nu wat bevoorrading en we verwachten nog binnen 2 weken resterende medicamenten die wij nog nodig hebben. En ook wat betreft onze andere voorzieningen die nodig zijn, PPE, zijn allemaal ook in orde. Dus de ziekenhuizen die zijn ready, de medici ready, het verplegend personeel, de artsen, wij zijn allemaal ready om dus de patiënten die wij de komende periode eventueel zullen moeten behandelen, ook wel kunnen opvangen en voor adequate behandeling kunnen voorzien. De regering van de Republiek Suriname heeft naar aanleiding van de eerste bevestigde COVID-19 gevallen in Suriname enkele richtlijnen uitgevaardigd om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken. Ten overvloede herinneren we de samenleving eraan dat men niet in paniek moet gaan inkopen. De cargovluchten en cargoschepen kunnen vrij binnenkomen en de bevoorrading is niet in gevaar. Er hoeft geen schaarste en prijsopdrijving te ontstaan indien wij met z'n allen de rust bewaren. Om hamsteren en prijsopdrijving tegen te gaan, zal het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme wekelijks een onderhoud hebben met de importeurs, groothandelaren, tussenhandelaren, leveranciers, producenten en winkeliers om de voorraden van strategische goederen bij te houden. Er wordt gevraagd een verkoopbeperking van 5 aan te houden voor strategische items. De voorraden zullen dagelijks worden gemonitord en indien er sprake is van tekorten, zullen er gepaste maatregelen worden getroffen. Er worden gesprekken gevoerd met de ondernemers om zoveel mogelijk de winkels open te houden, zodat de bevolking de mogelijkheid behoudt om gemakkelijk hun inkopen te kunnen doen. Daarnaast worden mogelijkheden uitgewerkt met de winkeliers om diensten aan te bieden voor het online inkopen doen of middels WhatsApp. Openbare markten blijven voorlopig gesloten en met de districtscommissarissen wordt de mogelijkheid bekeken om de verkooplocaties uit te breiden om die grote concentratie van mensen tegen te gaan of te verminderen. En zodoende worden de markten dan geleidelijk weer opengesteld. Dit is gedaan om de marktventers tegemoet te komen en de toegang voor de bevolking om inkopen te doen te blijven behouden tijdens deze lockdown. De regering onderkent dat voornamelijk ondernemers in specifieke sectoren in de problemen kunnen komen vanwege de situatie met de COVID-19. Denkt u vooral aan ondernemers in de toerismesector,
En hiervoor zijn er onder andere gesprekken geweest met de banken om een mogelijkheid te bekijken om aflossingen voor hypotheken en leningen aan ondernemers. De ondernemers die kunnen aantonen dat hun inkomsten zijn afgenomen vanwege de COVID-19 maatregelen, dat zij gedurende de lockdown respijt kunnen krijgen van de aflossing zonder oplegging van boeterente. Deze mogelijkheid wordt verder besproken met de leiding van de centrale bank. Voorts zullen maatregelen om de ondernemers gedurende de lockdown te ondersteunen in overleg met het bedrijfsleven en relevante stakeholders verder worden uitgewerkt. De regering werkt aan formulering van specifieke instructies aan zogenoemde hoge risicoberoepen, zoals zorgverleners, kappers, pompbedienden, taxi- en buschauffeurs, en die zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt. Voor nu willen wij u de algemene instructies voor werkgevers voorhouden. Op werkplekken kunt u enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen om de overdracht van virussen zoals het coronavirus COVID-19 te voorkomen. Zorg ervoor dat de werkplekken schoon en hygiënisch zijn. Zo moeten bureaus, tafels, toetsenborden, deurklinken en andere vaak aangeraakte oppervlaktes regelmatig schoongemaakt worden met desinfectiemiddel. Roep op om de handen regelmatig te wassen met water en zeep of te ontsmetten met handsanitizer. Promoot goede hoest- en nieshygiëne. Zijn uw werknemers ziek, dan moeten ze thuis blijven, minstens tot 14 dagen nadat een eventuele koorts is verdwenen. Fysiek contact met mensen moet zoveel als mogelijk vermeden worden. Mondmaskers zijn niet nodig indien u gezond bent. Het dragen van mondmaskers op publieke plaatsen wordt door het ministerie van Volksgezondheid afgeraden, omdat het er juist voor zorg draagt dat u uw gezicht vaker aanraakt. Een voorraad mondmaskers aankopen door bedrijven wordt evenmin aangeraden. Laat de beschikbare voorraden voor de ziekenhuizen of zorgverleners. Geldtransacties dienen zoveel als mogelijk te geschieden via mobiele betalingssystemen als Uni5Pay en MoPay. Kassamedewerkers en met name pompbedienden dienen erop te worden gewezen om strak de handhygiëne-instructies van het ministerie van Volksgezondheid na te leven. Bij elke cash-transactie dienen zij de handen te ontsmetten. Handsanitizers dienen beschikbaar te worden gesteld. Maakt u een plan voor het geval een werknemer ziek wordt in uw onderneming en er een vermoeden is van een COVID-19-infectie. Stel vooraf vast welk protocol werkafspraken gehanteerd zullen worden in geval mensen zich ziek melden en hoe men in contact kan treden met de leiding van het bedrijf. Promoot werken op afstand. Dit is uiteraard niet in elke organisatie mogelijk. Houdt u een presentielijst bij. Het kan zinvol zijn wanneer er vaststelling is van een besmetting in de onderneming om na te gaan wie contact heeft gehad met de bronpatiënt en eventueel in quarantaine moet worden geplaatst. Ontwikkelt u een protocol, werkafspraken. Hoe verzekert u de continuïteit van uw activiteiten als een aanzienlijk deel van uw werknemers, onderaannemers of leveranciers afwezig zijn en of geen diensten kunnen leveren? Het is aangeraden om het bestaande plan op te daten of een plan te ontwikkelen. Mogelijk dat een aanzienlijk deel van de werknemers bij uitbraak niet in staat zal zijn om naar het werk te komen. Hoe is uw continuïteit gegarandeerd? Wat als leveranciers goederen niet meer tijdig kunnen aanleveren? Dan hoe te handelen met werknemers die terugkomen uit risicogebieden? De huidige risicogebieden zijn onder andere China, Iran, Zuid-Korea, Noord-Italië, Frans-Guyana, Guyana, Nederland en het Caribisch gebied. De meest recente lijst van risicogebieden is terug te vinden op www.who.int. Als de medewerker die terugkeert uit een risicogebied geen symptomen heeft, is het aan te raden dat hij of zij 14 dagen thuisquarantaine in acht houdt. Hij of zij dient wel alert te zijn op signalen en minstens 2 maal per dag lichaamstemperatuur op te nemen. Bij klachten blijft de werknemer thuis en neemt telefonisch contact op met de huisarts. Daarbij vermeldt hij of zij zeker zijn of haar reisgeschiedenis. De huisarts maakt een inschatting of testen op COVID-19 zinvol is. En wij willen benadrukken dat niet bij elke werknemer die hoest is COVID-19 aan de orde. De reisgeschiedenis en het geheel van symptomen zijn van belang. Bij een vermoeden van de COVID-19-infectie
vermijdt u dat de werknemer verder contact heeft met derden of collega's. Identificeer een ieder die met de werknemer in contact is geweest. Zorg dat de werknemer zo snel als mogelijk naar huis kan. Laat de werknemer telefonisch contact opnemen met de huisarts. Reinig en ontsmet de werkomgeving en vaak aangeraakte oppervlakten, onder andere deurknoppen, deurhendels, keyboards, tafels, stoelen, schakelaars. Informeer aanwezige collega's en stel hen gerust. Bij een vermoeden van COVID-19-infectie neemt u AUB contact op met het ministerie van Volksgezondheid, met name het bureau Openbare Gezondheidszorg, op de nummers die zijn aangegeven. En wij hebben ook een verkort nummer voor klachten en vragen van consumenten uitgebreid met mogelijkheden voor het bedrijfsleven om vragen te stellen of om advies in te winnen. Consumenten en ondernemers kunnen voor informatie en klachten bellen naar het verkort nummer van het ministerie van HINT 1940 of het WhatsApp nummer 853-0915. Welke maatregelen zijn getroffen in het kader van de luchtvaartsector? Die gaan natuurlijk onverkort door. Wat ik u vandaag kan aangeven is dus dat, zoals gisteren was afgesproken, maar ook aan u voorgelegd, zijn dus de luchtvaartmaatschappijen die dus de vluchten moeten uitvoeren vanuit Suriname naar de verschillende destinaties al zodanig gepland. De luchtvaartmaatschappijen hebben natuurlijk ook de ruimte gehad om de passagiers te contacten. Dat is ook gedaan. En ze gaan starten vanaf morgen om dus de diverse vluchten uit te voeren. Het gaat in deze om KLM, SLM, TUI en Caribbean Airlines, die dus allemaal hebben uitgezet wie wanneer welke vlucht gaat uitvoeren. De meeste vluchten beginnen morgen. En zoals ik de schema heb bekeken, dan zijn er elke dag vluchten richting Amsterdam. Maar ook naar de regionale luchthavens om de mensen af te zetten. Vooralsnog met betrekking tot het terughalen van onze ingezetenen naar Suriname. Daar wordt er hard aan gewerkt vanwege NCCR en DNV. Om dus het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie de nodige informatie te voorzien. Met betrekking tot quarantaine mogelijkheden. Ook zo het verscherpen van indien dat mogelijk is huisquarantaine. Dat alles natuurlijk zal maken dat wij dan ook zo spoedig mogelijk een besluit kunnen nemen. Vanaf wanneer we onze Surinamers, onze ingezetenen terug kunnen brengen naar Suriname. De directeur DNV heeft ook al net aan u voorgelegd wie allemaal onder die categorie vallen. Wat we ook bezig zijn te doen, en daar willen we morgen finaliseren, om de ingezetenen verder te gaan segmenteren, zodanig dat wij die informatie ook nu al kunnen verschaffen richting NCCR en DNV, om dus gelijk werk te kunnen maken wie in een quarantaine en wie eventueel onder een strenge begeleiding in een zelfquarantaine of huisquarantaine terecht zouden kunnen komen. De bedoeling is absoluut om geen vertraging of whatsoever te voorkomen natuurlijk. En ervoor te zorgen dat iedereen natuurlijk op lijn niet alleen is, maar dat iedereen even hard, even snel kan werken. Maar natuurlijk dat bovenal alle voorzorgsmaatregelen worden genomen. Zo wordt er ook gekeken naar de rustperiode die vanwege de internationale regelgeving is verplicht gesteld voor de crew. Waar de crew mag gaan rusten. We willen niet dat de crew zich begeeft waar ze zich niet hoeven te begeven vanwege de richtlijnen die de regering heeft uitgevaardigd. Zowel KLM, SLM, maar ook de andere airlines hebben wij dus gevraagd om specifieke huisvesting voor hun crew te gaan zoeken. En dat ze dus gevraagd worden om daar te blijven. Maar dat ze ook de nodige richtlijnen moeten krijgen hoe ze onderling met elkaar moeten omgaan. We willen niet graag dat ze met anderen in contact hoeven te komen. Zo ook zijn er strikte regels uitgevaardigd door het management van zowel de luchthaven als ook bij Kanawaima. Met betrekking tot Kanawaima kan ik u aangeven dat morgen uiterlijk het management van Kanawaima een staat van Guyanezen die terug moeten gaan naar Guyana. Dat wil zeggen dus dat ze dus zijn afgereisd naar Suriname vanwege de service die ze daar verlenen.
dat dat morgen wordt afgerond en dat wij dan proberen, als het kan morgen al, de mensen zover te krijgen dat ze dus die overstap doen naar Guyana met hun voertuig en wat ze nog bezig hebben. Met betrekking tot MAS, dat is al voorgelegd, dat blijft overeind. Wij staan alleen toe vrachtboten, vrachtschepen. En als er schepen, dan wel boten die zich aanmelden voor een ander doeleinde, die worden dan gelijk geweigerd. We zorgen ervoor dat die het land niet binnenkomen. Dat is een concrete afspraak die we hebben gemaakt. Nogmaals, met betrekking tot onze ingezetenen, zoals we dat al reeds hadden aangegeven gisteren, is het natuurlijk zaak en wij zijn harddoende om dus te inventariseren samen met NCCR de mogelijke quarantaine die we nodig hebben, zodat wij ze dus zo spoedig mogelijk terug kunnen brengen naar Suriname. Dank u wel. Vanuit NCCR wilde ik de directeur, DNV heeft het al aangekondigd, dat er een kleine correctie wordt gegeven met betrekking tot de telefoonnummers die daarnet zijn voorgelezen. De nummers exact zijn het verkort nummer van NCCR is 144. Verder zijn er nog twee andere nummers en dat is dus het nummer 520840, 520840 en 426416. Dat zijn dus de drie nummers waarop dus NCCR 1 x 24 uur te bereiken is. Er is een in het kader van de in het kader van het Nationaal COVID-19 Management Team, NCMT, zoals wij dat kort noemen, is er dus ook een website opgezet. Dat is daarnet reeds doorgegeven. En ik begrijp dat het dus vanaf vanmiddag 5 uur is het in elk geval toegankelijk voor buiten. De website nogmaals is dus www.covid-19.sr. Dat is de website. En de bedoeling, tenminste de bedoeling, deze website is zodanig ingericht dat de diverse updates die van de diverse gebieden, ministeries, dan wel interessegebieden worden doorgegeven, continu op de website zullen worden geplaatst. Het is ook zodanig ingericht dat je dus middels een klik op het interessegebied van u, als u iets over onderwijs wil weten, of als u iets over HI wil weten, of als u iets wil weten over NCCR, etc., kunt u dus op daarop klikken. En dan krijgt u dan in elk geval de informatie die er op dat moment ter beschikking is. Er is een frequent asked questions punt aangegeven waarbij een aantal vragen reeds zijn gezegd, in elk geval aangehaald en beantwoord. Als er nog meer vragen zouden mogen zijn, kunnen deze dus in dat, daarin worden gevraagd, gesteld en dan krijgt u dus daar antwoord op. Op deze wijze heeft u in principe de hele dag toegang tot, als er een vraag is, kunnen we wat weten. Want we hebben natuurlijk ook wel begrepen dat er soms wel een interesse is voor, ik wil nu een vraag stellen, maar ik wil niet wachten tot 6 uur 's middags, et cetera, et cetera. Dus op deze wijze proberen wij dat dan te coveren, zodat u dus dan, er is een team die zich specifiek hiermee bezighoudt en zodra de vraag er is, gaan zij in op, tenminste om het antwoord in elk geval of te achterhalen, of als zij de informatie hebben, zullen ze dat antwoord direct geven. Er is een vraag met betrekking, tenminste een vraag, er is een van de FAQ's die we hebben is de kwestie van quarantaine. Quarantaine is een paar keren uitgelegd, wat is quarantaine, et cetera. Ik denk, voor mij is het onderscheid, als je in quarantaine bent, is het nog niet aangetoond dat je ziek bent. Maar we willen je wel in een ter observatie hebben. En isolatie, dat wil zeggen dat er wel is aangetoond dat je ziek bent en dat je dus door
door de medici wordt behandeld. Dus je bent onder behandeling van de medici. En het aantal plaatsen, we zijn bezig om dus, we hebben op dit moment zorghotel, dat is operationeel als quarantaine faciliteit. Het Maruina ziekenhuis is vanmiddag in gebruik genomen als quarantaine faciliteit. En op dit moment is er een verplaatsing dus van een aantal gevallen, quarantaine. Eentje, moet ik dus zeggen, wordt nog onderzocht. En dat is dus iemand die wel is overgestoken, maar dus nu wordt onderzocht als deze persoon inderdaad niet in quarantaine moet worden geplaatst. Dat gaat dan om 15 plaatsen. En ik denk dus dat we op dit moment de informatie met betrekking tot quarantaine daarop kunnen houden. Unaniem goedgekeurd dat wat nodig is om COVID-19 tot een minimum te beperken, dat die middelen in samenspraak tussen collega van Volksgezondheid en collega Financiën beschikbaar zullen worden gesteld. Dus we hebben een budget. Als er bijvoorbeeld, kijk, er is bijvoorbeeld, laat me een voorbeeld geven. Er is een lijst opgemaakt wat het team nodig heeft en dan wordt dat betaald. En waar er geen middelen meer bij Volksgezondheid op de begroting zijn, zullen die weggehaald worden van een noodfonds. Dus er zijn genoeg middelen door de regering vrijgemaakt om COVID-19 tot een minimum te beperken. Overal in de wereld waar er nu COVID-19 heerst, is dezelfde situatie. Mensen raken in paniek en ze gaan massaal inkopen doen. Wat daarom hebben wij elke keer bij de oproepen gevraagd om de samenleving, om de rust daar te bewaren. We vragen ook de ondernemers om de rust te bewaren, want het is een wisselwerking. Het een drijft het andere verder en zo raken we dan in een negatieve spiraal. Wij gaan streng optreden tegen de prijsopdrijving. Er is een samenwerking met de politie en bestuursdiensten, maar er is sprake van een overmachtssituatie. De ECD kan niet overal zijn. Wat we wel doen is, wij vragen ook aan de samenleving om die opdrijvingen door te geven. En de ECD rukt dan uit specifiek wanneer wij de bewijzen hebben van prijsopdrijving. Maar tegelijkertijd zeg ik, wij moeten die rust blijven bewaren. Indien wij niet massaal gaan inkopen, dan zal er ook geen schaarste ontstaan met die daaropvolgende prijsopdrijvingen. Dus het is aan ons allen om dat in te perken. En ik doe nogmaals het beroep, houdt u zich, wees kalm. Er is totaal geen reden om te vermoeden dat er schaarste is. De cargo-schepen, de cargo-vluchten, die blijven doorgaan. Teruggrijp, laat ik het zo aangeven, van de niet-ingezetenen. De periode die is aangegeven, die gestart is gisteren, 00 uur tot en met zondag aanstaande, hebben we gesteld vanwege het feit dat, laat ik het goed uitdrukken, vermoedens bestaat dat uiteindelijk ook andere internationale airports gaan sluiten. De mogelijkheid daartoe bestaat er wel. Vandaar dat de Surinaamse regering de faciliteiten heeft, in orde heeft gemaakt om de personen die dus terug moeten gaan, terug zouden gaan, dat die de mogelijkheid nu krijgen om dus dat als zodanig te kunnen doen. Het is niet een verplichting, het is niet een druk op de mensen, maar we adviseren ze wel. Omdat wij niet graag willen dat wanneer die airports zijn afgesloten, dat ze dan nog hier zijn en niet weten wanneer ze terug kunnen gaan naar hun huis. Maar al die vluchten zitten nu al vol, hè? Ze konden niet meer. Alle vluchten zijn al reeds vol. De mensen hebben zich ook spontaan aangemeld. Anderen zijn gecontact door de luchtvaartmaatschappijen zelf. Anderen zijn dus ook naar de ambassades van de verschillende landen die hier residerend zijn geweest om zich dus op te geven. Vandaar dus KLM reeds een lijst heeft opgestuurd naar het ministerie van Openbare Werken om dus meer vluchten te kunnen gaan doen in plaats van die aantallen. De bedoeling is niet dat we zondag, aanstaande zondag, willen sluiten, dat dus de vluchten niet meer naar het buitenland gaan. Maar we hebben deze periode in acht genomen
meer vanwege het feit dat wij dus, nogmaals, het vermoeden hebben dat ook andere airports gaan sluiten. Dus voordat dat gebeurt en de mensen natuurlijk tegen die tijd dan niet paniekerig moeten gaan worden, dat wij dus deze faciliteiten hebben geschapen vanwege de regering. Wat de binnenlandse vluchten betreft, de domestic flights, die zijn nog gaande. Maar natuurlijk, als toeristmaatschappijen dat aangeven, dus dat de toeristen nog eens een keertje even erover moeten nadenken, dan denk ik niet dat ze dat, u gaat dat, oké, mijn collega komt dan straks daarop nader in. Ik denk niet dat ze natuurlijk dat zomaar aangeven, ze zullen wel hun reden hebben. Wat de schepen betreft in het land die al reeds hier zijn, om een voorbeeld aan te halen, u hebt het al net gedaan, dat van onze bagger, de baggeraar. Daar zijn toen de boten het land binnen zijn gevaren, toen al BOG ingeschakeld om dus de mensen te controleren of zij dus vrij zijn van COVID-19. En toen pas mochten ze natuurlijk verder hun zaken doen. Wat er nu aan de hand is, is dat geen enkel ander boot dan schepen die met vracht het land binnenkomen worden toegelaten. Vandaar dat ik duidelijk ook heb gesteld in mijn uitleg dat boten, schepen voor geen enkel ander doeleinde dan wat cargo betreft het land mogen binnenkomen. Worden die bemanningen van die cargo-schepen ook getest? De bedoeling is dat ze, laat ik het zo aangeven, niet aan wal hoeven te komen. Maar indien dat zo zou moeten blijken, dat er een reden daartoe is, dan wordt eerst de precautions, de measurements alvast in orde gemaakt. Dat wil zeggen, BOG moet eerst gemeld worden, ook NCCR zal ook op de hoogte moeten worden gesteld. De protocollen die zijn er en dan gaan die protocollen direct in stelling worden gebracht. Inderdaad, die zullen worden stopgezet. Het gaat om social distancing en om verspreiding van de COVID-19 tegen te gaan. En om dat zoveel mogelijk te minimaliseren. Ik zei eerder dat de toerisme sector een grote klap gaat krijgen vanwege de maatregelen. En het is niet anders. Prioriteit is de volksgezondheid. De binnenlanden willen we zoveel als mogelijk COVID-19 vrij houden. En voorlopig zullen alleen de hoogst nodige vluchten naar het binnenland worden toegestaan. Om die gebieden die moeilijker te bereiken zijn. Overbridge en andere resorten die makkelijker te bereiken zijn. Daar gaan wij die richtlijnen doorgeven aan de resorthouders in hoeverre zij moeten handelen om die social distancing te bewaren. Het gaat erom dat wij met z'n allen moeten werken aan het indammen van de verspreiding. En daarbij is de oproep ook gedaan aan de mensen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het is een paasvakantie, maar we zeggen het is een thuisvakantie. Dus blijft u zoveel als mogelijk in uw eigen huis. Het is niet alleen voor uw eigen gezondheid, maar het gaat om de gezondheid van een ieder. Minister, hoe staat het met die mensen als we het hebben over die mondkapjes? Want we merken dat ieder nu een mondkap op heeft. Is het voor zij die besmet zijn met het virus of is het om het te voorkomen? En hoe staat het met huisfeestjes? Als je weet dat je een groep hebt van 30 mensen, mag dat huisfeestje dan wel doorgaan? En hoe staat het met de werkende ouders die, waarbij de oppas en de scholen gesloten zijn? Waar laat je je kinderen? Wij hebben gezamenlijk vastgesteld, het blijft op een samenkomst van ongeveer 100 personen. Dus als het minder is dan 100 personen, kunt u activiteit houden. Ik neem aan dat u dus nu ook al weet, hoe gaat u uw bijeenkomst houden volgens de regels vastgesteld door het BOG. Houdt u wat ruimte, nog een brasa alas matapa feestje. Toch weet hoe u dus omgaat met uw hygiëne. Daar gaat het dus in principe om. Wat betreft de vraag over hoe dat zal gaan aan het werk. U mag weten dat de regering op dit moment beslist heeft om te vragen aan alle directeuren en diensthoofden van de ambtenarij om dus met hun ambtenaren afspraken te maken hoe ze dat gaan doen de komende dagen. Dat zij op een hele goede manier nog steeds kunnen werken, maar ook nog dat het thuis goed gaat. En u weet hoe dat kan gaan. Je kan dus praten over
een mindere druk aan het werk. Er kunnen afspraken gemaakt worden op het thuisfront, dat vandaag de ene en morgen weer de andere. Maar houdt u de rekening mee, alle directeuren, alle departementsdirecteuren en het diensthoofden, dat u morgen afspraken maakt met het personeel, hoe op een verantwoorde wijze u het werk nog door laat gaan, maar meer nog dat uw kroost, welke nu thuis een thuisvakantie heeft, veilig thuis is. De mondkapjes is er speciaal voor iemand die ziek is. Het gaat er niet om dat u nu ermee zou rondlopen en dan bent u gevrijwaard van de ziekte of van een besmetting. Dus laat u, zoals er gevraagd is, de mondkapjes zoveel als mogelijk over voor de zorgverleners en de mensen die in de ziekenhuizen bezig zijn. Gaat u geen mondkapjes zomaar kopen. Het is niet nodig. Als u een mondkapje moet dragen, om welke reden dan ook, als u zou moeten zijn in een omgeving waar u zou moeten assisteren, dan gaat natuurlijk BOG u daarbij dan assisteren. Dus koopt u geen mondkapjes. Er wordt gevraagd aan u, let op uw hygiëne, wast u uw handen, houdt u een redelijk afstand van andere mensen en volgt u de aanwijzingen van BOG stipt op. Dat ik zo vaak naar het platform verwijs, Facebook, omdat we allemaal weten dat daar je een heleboel informatie kan inwinnen. Hoe staat het met de verkiezingen? 1. 2. De status van die mevrouw die positief is getest. Wat gaat er verder met haar gebeuren? Hoe ziet het proces eruit? Ja. En de laatste, toch nog even. Ik weet dat als je bepaalde zaken aan wil pakken, dat het budget nogal belangrijk is om ook zekerheid te creëren binnen de samenleving. Wat is het budget, meneer Elias? Als er 5 SRD nodig is om COVID-19 op te lossen, dan is dat 5 SRD. Denkt u even verder na. Ik heb u al gezegd, het is een budget dat wij gaan. We gaan niet zomaar geld geven, maar als er 5 SRD nodig is, dan zullen wij met minister, ik ben dagelijks met minister van Financiën in contact, dan zal dat beschikbaar zijn. U stelde de vraag gisteren, zo net en nu weer. Nogmaals, wij gaan niks aan het toeval overlaten, want voor de regering Bouterse is gezondheid 1 van de prioriteiten. Op uw vraag, de tweede vraag was? Verkiezingen. De verkiezingen? Nee. Status van de patiënt. De patiënt krijgt zorg in de isolatieruimtes van Wanica ziekenhuis. Ze is stabiel en zo gauw we zien dat haar conditie goed is, zal er weer getest worden. En dan als ze dan negatief is, nou, dan hebben we de patiënt genezen. En ik denk dat we richting daar naartoe werken. De mensen doen alle moeite om de patiënt niet alleen stabiel te houden, maar ook te genezen. Maar u begrijpt het wel niet. Binnen 2 dagen ga je genezen. Maar wij hopen dat dat spoedig, en dat zullen we u gelijk ook op onze dagelijkse persbriefings, persconferenties, daarover informeren. En in Surinaamse termen zouden we zeggen, un breed weer bro. Dus laten wij nu gestadig COVID-19 bestrijden, om het te minimaliseren, zodat wij al datgene wat we ons hebben voorbereid voor het jaar, ook 25 mei 2020 op de juiste wijze kunnen laten uitvoeren. Laten we met elkaar werken. Ik heb het gisteren ook aangegeven en ik herhaal het vandaag weer. Die waarborging van die nationale veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We moeten het samen doen. De minister van Volksgezondheid heeft het gisteren ook aangegeven. Een gezamenlijke aanpak. We kunnen het niet zonder elkaar doen. U moet op uzelf letten en de regering let met u mee. Wij moeten het gezamenlijk doen. En als we ervoor zorg dragen,
dames en heren, Sranangmangs, dat wij onszelf gezond kunnen houden, letten op die regels. Dan gaan we 25 mei normaal naar de verkiezingen. In zijn algemeenheid, om aandacht vragen voor het volgende. En dat is, medisch wordt er vaak of altijd gezegd dat er in principe de toestand van patiënten, et cetera, wordt er niet doorgegeven. Dus niet alleen dat de naam niet wordt genoemd, maar ook de algemene, hoe heet het, de algemene gesteldheid wordt dan niet meer genoemd. Dat is geen gebruik. Ik denk dat het goed is. En ik zeg dit omdat we hebben nu één patiënt, tenminste één positief geteste persoon die behandeld wordt. Ik stel me voor, als wij 30 patiënten zouden hebben, zouden we van alle 30 patiënten zeggen wat hun status is, wanneer hun status is. Ik bedoel, dat is niet de wijze waarop het behandeld wordt. Dus ik vraag daar ernstig de aandacht voor. En natuurlijk hebben patiënten ook een stukje privacy. Wat wij hier met z'n allen misschien wel weten en niet zeggen, ook daarmee moeten we rekening houden dat de patiënt in elk geval de privacy moet hebben die ze moeten hebben. Ik wil als laatste nog een keer herhalen de diverse nummers van de NCCR. Het verkorte nummer is nummer 144. En er zijn dus twee telefoonnummers, 520-840 en 426-416. Nog een keer, 426-416. Dat is dus het volgende, het laatste nummer. De website, ik ben er net op geweest en u kunt er zelf naar kijken. Ik vind het zelf op dit moment reeds aan het begin heel erg informatief. De website is www.covid-19.sr. Dat is, daarop kunnen we een hele... En u zult zelf zien dat het iets is dat een work in progress is. Dus continu wordt die geüpdate. En alle vragen die u heeft, kunt u eventueel ook daar droppen. En we gaan proberen die vragen te beantwoorden. We gaan richting einde. Ja, ja. Er is een vraag die via de telefoon is binnengekomen. Ik wil daar toch wel even iets stellen. Ik maak me de stem van de persoon die heeft gebeld. En dat is, de vraag is, we zitten op Curaçao. Wanneer kunnen we worden opgehaald? En als we komen in Suriname, wat gaat er met ons gebeuren? Dus dat is de vraag eigenlijk een beetje in mijn eigen termen gesteld. René Hamperstaan, dus ik wilde een wat duidelijkheid. In Marwina zijn er 15 plekken, quarantaineplekken nu. Maar heb ik het goed gehoord? Er is één persoon van wie nog onderzocht moet worden of die in isolatie moet gaan. Is de status ondertussen bekend? En voor meneer Elias of de directeur, de mensen die tot nu toe overleden zijn aan corona, die mensen hadden tot nu toe bijna allemaal, of allemaal hadden onderliggende kwalen. Kun je ons uitleggen wie precies nou, bij wie het fataal kan aflopen? Nou, met betrekking tot de vraag, quarantaine in Marwina, het is inderdaad zo dat wij dus een verplaatsing hebben van 14 mensen naar ziekenhuis Marwina, die dus in quarantaine worden gezet. En er was dus eentje nog in onderzoek. Ik heb nog geen informatie over die persoon. Dus men is nog bezig met die persoon. Het gaat om het behandelen van patiënten. Daar houden wij altijd patient privacy in acht. En dat gaan we hier ook zo blijven doen. Als het gaat om welke mensen gegeven moment eventueel besmet zijn met het virus, hoe dat allemaal toe en welke met type mensen het gaat, dat is als ik het goed, als het goed heb begrepen. Het is allemaal om ring door een case definitie. De minister heeft net een website genoemd, dat is dus www.who.int. En daar kunt u hiervan dus alles terugvinden als het gaat om categorie patiënten, indien zij besmet raken, wat er kan gebeuren. Gaan ze gaan kinderen, ouderen, onderliggend of niet. U kunt alle informatie op een correcte manier zelf opzoeken. En heeft u hiervan ook het antwoord op de juiste manier zoals u dat gevraagd heeft. Hoe weten we de juiste status van de patiënt Marwina, om het zo te noemen? Nee, je moet begrijpen dus dat, het collega heeft het al gezegd, er zijn dus mensen in thuisquarantaine. Dus je moet een goed onderscheid maken tussen iemand die uiteindelijk
gegeven moment positief getest wordt. Betekent dat we uiteindelijk gaan behandelen. Dan komen de ziekenhuizen en medici aan bod. Vervolgens heb je de mensen die of een reisgeschiedenis hebben en een vermoeden bestaat. En die mensen gaan gegeven moment twee dingen. Zelf quarantaine of ze worden gegeven moment, zoals het net aangegeven is, in quarantaine geplaatst is genoemd zorghotel. En vervolgens ook genoemd Marwina ziekenhuis. Zo moet u met onderscheid maken. Dus die mensen zijn nog niet op enkel wijze kunnen wij vaststellen als ze dus nog wel of niet besmet zijn.